Zaterdagochtend startte de afvalrun van X-Fit. Een initiatief van X-Fit en Fysiek, Centrum voor Sport en Gezondheid. De afvalrun is voor mensen die wat gewicht willen verliezen en staat op het trainingsschema. RTV Arnhem kwam de lopers aanmoedigen en sprak met enkele deelnemers. Meneer Alfrink, op deze winterse dag 5 kilometer, hoe ging het? Ja, ik heb zelf niet meegelopen, want ik ga zo voetballen. Maar een hele grote groep X-fitters heeft wel 5 kilometer gelopen. Of zijn dat nou aan het doen, want ze passeren hier achter ons. En ja, het is heel erg leuk. Ik heb startschot mogen geven en ik heb meegedaan met de warming-up. En ja, ik vind het een heel mooi initiatief. En ja, er doen heel veel mensen aan mee en het werkt ook ontzettend goed. Heel veel mensen vallen heel veel af. Er worden er slimmer, fitter van. En ja, dat is heel erg leuk om te zien. Maar het is wel een kwestie van doorzetten, hè? Ja, maar het is ook gewoon een kwestie van er lekker van genieten. Dan gaat het een stuk makkelijker. En omdat ze het allemaal met elkaar doen in een groep, ja, motiveer je elkaar. Het is ook heel erg gezellig. Nou, een heel bekend voorbeeld beeld is Marcel Legerstee van Oom Joop Stoer. Heel veel Arnhemmers zullen hem kennen. Hij is geweldig afgevallen met dit programma. En hij loopt nou ook weer mee. Ach ja, we zijn vanmorgen staat aan de X-Fit 2017. Met een heleboel enthousiaste Arnhemmers, over de 100. Ja, en we gaan gevechten tegen de kilo's, Jan. Goeie voornemens, maar hoe ging het vandaag, hè, Marcel? Nou, we zijn goed, we zijn vanmorgen. Het was even spannend of de loop door zou gaan. Want ja, Nederland is op het moment in de vriesband, de sneeuw, ijzel. Ja, het was even ja, spannend voor de organisatie. Maar we hebben vanmorgen knoop door, we zijn begonnen. We hebben de radio de wagen om Joop te werken gezet. De mensen hebben hem opgegeven morgen. En we zijn nu aan het lopen. Marcel, 5 kilometer had je getraind? Ja, nou 5 kilometer. Kijk, ik ben net X-Fit 2016 achter de rug. Want ome Marcel van ome Joop die woog 146 kilo vorig jaar. Toen die sportvrijwillig wat jij werd gekozen. En dat kon natuurlijk niet. Dus mijn doel was om binnen een jaar onder de 100 kilo te komen. Maar dat is een hele zware weg. Ik heb met heel veel dank aan het team van Thomas Vijf van het X-Fit programma mee mogen werken. En de resultaten, er zijn meer dan 26 kilo ben ik al kwijtgeraakt. En we gaan voor de laatste kilo's in april hoop ome Marcel 99 kilo te wegen. En doorgaan, Marcel, hè? Ja, heel veel trainen, bewust zijn, met je voeding opletten en gewoon lekker doen. Bewegen, uit de stoel komen en gezond eten is heel belangrijk. Ja, je ziet het in ons, wij bewegen, maar op een andere manier. Hè? Ja, Jan, maar het is ook belangrijk, zodat de Arnhemmers in Arnhem zien dat het belangrijk is dat je samen gaat sporten. Want dan maakt het natuurlijk mooi, je bent met elkaar bezig en dat maakt de wereld ook een beetje beter, zeg ik. En gezondheid is een belangrijk iets, Marcel. Het allerbelangrijkste in het leven, want het leven is nog zo mooi en dat begint bij jezelf om goed bewust te zijn. Om goed met je voeding op te letten en veel in beweging te blijven. Hoe ging het? Ja, tot nu toe wel redelijk, maar het is glad. Een beetje link. Tempo een beetje lager? Ja, ik loop normaal gesproken 8,1 en nu 7,9 in het uur. Dus ik vind niet echt dat het een stukje minder is. Hoe vindt u deze omgeving om te lopen? Ik woon hier vlakbij, ik vind het geweldig. Mooi initiatief van X-Fit. Ja, ik ben vanaf april lid, doe ik mee. Ja, ik kan het iedereen aanraden. Heel snel, heel kort vraagje, hoe ging het? Ja, tot nu toe zwaar, maar het is te doen. Bent u lang bezig met hardlopen of bent u vandaag begonnen? Nee, ik heb al eerder zo'n X-Fit ronde gedaan, maar nu doe ik de tweede ronde. Dus ik moet daar weer in komen.